Beste kijkers, welkom bij mijn dagelijkse videocoaching van 12 september dit keer. Waarin ik aandacht besteed uiteraard aan de AX. En ik heb twee bodemstampertjes voor u ter tafel gelegd. Te weten ING en Shell. Elk met hun eigen configuratie. Maar daarover straks meer. Eerst even de AX. Slotstand van 8,93,25. En dat ging gepaard met een hogere candle dan in de afgelopen 3-4 dagen. Maar wel weer met een zwart kleurtje. Met andere woorden, het gaat moeizaam vanuit het stierenkamp. Wel de swingtellen naar een plus 1 stand en de RSI bijna boven de 50 lijn. En dat resulteert op zijn minst in een rebound stand bij de DBS-indicator. Alleen nog net geen echte rebound enter long coaching aanbeveling. Want de stip ontbreekt en dat komt omdat de candle niet wit kleurt. En dat hebben we natuurlijk wel nodig. Wil je aan de koopkant van de markt, de reboundkant in dit geval, willen opereren. Betekent wel dat de bulls de intentie tonen om op te stomen naar de SMA-lijn. Ze zijn inmiddels aanbeland bij de FIBO-grid op 8,95 tot 9,06. En straks wordt het bij 9,06, misschien ietsje hoger, wordt het wel weer heel interessant en spannend. Want daar ligt de bovenste FIBO-lijn en daar ligt ook de SMA-lijn. En daar zou dus getopt kunnen gaan worden om daarmee de pullback, de opleving, de rebound af te ronden. Tenzij het lukt om zonder veel moeite door te stomen en de SMA-lijn over te steken, dan komt er ruimte vrij tot 9,23 tot 9,27. Maar nogmaals, dat is bereikbaar onder de voorwaarde dat goed en overtuigend de SMA-lijn wordt gepasseerd. Voor nu dus even bekijken of er wat meer wit bij kan komen. Dat is in ieder geval de kleur die we nodig hebben om verder te kunnen rebounden. De bulls mogen en moeten zich wat strakker en steviger vermannen. En inderdaad met een witte candle doorgaan. Liefst morgen afsluiten met een witte candle. Dan gaan we in ieder geval wat hoopvol het weekend in. De bulls op stoom, maar het gaat nog moeizaam. Ze moeten even wat krachten verzamelen. We gaan eens kijken hoe het zit bij twee koopkandidaten. Twee bodemstampertjes. Twee ten ING op de eerste plaats. En daar zien we op zich een heel mooi trendscenario. We zien een doji candle, keurig opgeveerd vanaf de SMA-lijn. De sprietjes zijn redelijk lang, dus van volatility, daar is ook wel sprake van. Maar het eindresultaat is een positieve swingteller. De RSI die verder wegloopt van de 50-lijn. En hier zien we wel keurig de DBS in het groen met enter long coaching stip. En dat betekent dat je nu, mits de koers boven de SMA-lijn blijft bewegen op 16, voorzichtig mee mag liften naar 16,5, even afgerond. En daarboven komt krap 17 in beeld. En u begrijpt het al, dan is dit het speelveld om een tweetrapsstrategie op los te laten. Eerst voorzichtig meeliften met bescheiden turbo-longposities naar de eerste rode streep. En als blijkt dat die aan de kant wordt gezet, dan ga je je posities verdubbelen of in ieder geval vermeerderen om dan te profiteren van de opleving naar de tweede streep. Onderin het veld is het de situatie ook vrij duidelijk. Redelijke steun op 15,90. Niet eerder dan daaronder, dan verpiet het beeld en kunnen we een opmars naar de 17-zone wel vergeten. Dus koopkansen, objectief en subjectief gezien, voor de turbojagers. En de tweede titel die ik noemde, dat is Shell. 1% erbij geplust vandaag. En daar zien we een ander bodemsignaaltje, namelijk bodemen om daarmee de breakout, of beter gezegd de downswing, af te ronden en ons op te maken voor een opleving naar de SMA-lijn, om daarmee de afstand met de gemiddelde lijn te verkleinen. De indicatoren staan er redelijk goed bij, alleen ook hier niet echt een wit kenneltje, maar een beetje een doodsie-achtig. Maar goed, wel een duidelijke stap voorwaarts en de duidelijke intentie om op te stomen naar de FIBO-lijnen. En dan hebben we het over een opleving naar 31 ruim tot krap 32. En als je dan een stop aanhoudt op 29,80, dan kun je zien dat het een interessante risk-reward ratio is als je de rebound-posities gaat openen. Nogmaals bevestigd door de indicatoren. We gaan eens kijken of we de Shell bulletjes op kunnen stomen tot ver in de FIBO-lijnen en dat we ruim 30 op het scherm gaan zien. Ik wens u een plezierige avond.